Acousticum. Voor masterclasses, trainingen, kennissessies, try-out voorstellingen. De plek voor muziek, dans en theater. I think the passion has to come from inside. Een moment dat ik in een orkest zat en toen speelde ik Mahler 10. En toen was ik zo gelukkig. Het is natuurlijk ook heel makkelijk om ze te begeleiden, want ze zijn natuurlijk super getalenteerd. De Arshel Academy biedt zeer getalenteerde muziekstudenten de mogelijkheid om orkestervaring op te doen in het Concertgebouworkest. Ze mogen meespelen in het orkest. Ze krijgen 12 weken ongeveer. Zij komen uit heel Europa. Ze hebben allemaal auditie moeten doen om deze plek in de academie te verwerven. Naast het meespelen in het orkest bieden we ze ook auditietrainingen aan, zodat ze ook echt daadwerkelijk die baan kunnen winnen. Eigenlijk is het ook best wel een verantwoordelijkheid die we krijgen. Die zijn ons top dat ze ons gewoon mee laten spelen. Terwijl als ze heel slecht spelen, kunnen we het hele concert, hoe zeg je dat? Ja, verpesten. I was maybe 13. I did it because my parents asked me to at the beginning. And then I said, okay, I'll keep going for a few years, see how it goes. But I had other interests, like some other young boys. But then I started to play pieces that I could actually listen in good recordings with great violinists. So they were playing the same pieces that I was practicing. And then I was amazed, I was blown away by the possibilities and then I was thinking, okay, I am already studying these pieces. It would be a shame and an insult to music and to everybody if I don't put all my energy into trying to get to the best of what I can do, right? So then I just started to practice and to practice and to get into it, and to, that's how it started. But it was really a click. Acousticum zorgt voor een hele ontspannen sfeer. Ze vinden het heel relaxed om hier te spelen en eigenlijk alles ademt muziek. En dat is precies wat je in het begin ook nodig hebt. Het gaat erom van wie ben ik nou eigenlijk? En waar sta ik in het leven? Wat moet ik na de academie? Dat is een enorme grote vraag. Het is niet vaak dat je even op een stoel zit en gewoon even gaat nadenken, hoe gaat het eigenlijk met me? En dat is sowieso heel prettig. En nou ja, ik heb voor haar gespeeld en ze is zelf ook een hele goede muzikus. En ze ziet gewoon dingen die niet iedereen ziet. Niet alleen in spel, maar ook in presentatie. En voor mij was dat één ding gezegd en dat heeft mijn totale klank veranderd. Want in het begin voelde het als van wauw, ik hoor erbij. Maar ze horen er niet bij, ze horen er heel eventjes bij, een beetje. En dat besef komt na een aantal maanden toch weer op van oh shit, ik hoor er niet bij. Het is paradoxaal, het is fantastisch en het is verwarrend. Voor die balans en voor dat stukje, daar ben ik voor ingehuurd. I think it's a good stepping stone because nobody tells you how to do this. You're in school and then people expected to be and act like a student, and suddenly you finish and you're expected to be a musician, yeah? So of course you are and you're trying to become every day, but the academy I think is a great help. Dus het leuke is, vind ik, dat het een gezamenlijke zoektocht is. En ik niks bepaal of ik niet vind dat ze iets moeten doen. Het gaat erom dat zij zich goed voelen. En dat zij moeten gaan. Als zij zich niet goed voelen, dan gebeurt het niet. Alleen maar dingen herinneren eigenlijk. Het is vaak dat ze denken, oh, dat gevoel ken ik.